We staan hier in Turnhout, dus bij de firma Avery Dennison. Zoals je in de achtergrond kunt zien, hebben we hier een CST-installatie gezet, Concentrated Solar Thermal. We maken dus warmte door het zonlicht te concentreren en dan leveren we die warmte aan de productie van Avery Dennison. Plastic heeft eigenlijk als missie om eigenlijk te helpen de industrie te decarboniseren en wij bieden met deze technologie eigenlijk een van de mogelijke oplossingen. And Energy Nest is providing or has provided the thermal battery, so the energy storage, for this solar thermal installation here at Avery Dennison in Turnhout. And we make it possible that the cheap and green energy from the solar field is being stored and made accessible, for instance at night when the sun is not shining. Dit project is voor ons heel belangrijk omdat het bijdraagt tot het behalen van onze 2030 doelstellingen. Dus Avery Dennison heeft zijn 2030 doelstellingen wat duurzaamheid betreft. Dat bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler gaat over het aanbieden van sustainable oplossingen naar onze klanten. Het supporteren van innovatie omtrent circulaire economie. De tweede pijler gaat om het reduceren van de emissies in onze eigen operations en supply chain omgeving. De derde pijler gaat over het sociaal engagement voor onze medewerkers, maar ook in de communities waarin dat wij werken en waarin dat Avery Dennison gevestigd is. De rol van Campina Energie in dit project was om er eigenlijk voor te zorgen dat burgers en bedrijven ook de kans hebben om in een installatie op een bedrijvensite om ook daarmee in te kunnen participeren. Omdat we vaak worden geassocieerd met projecten, met zon en wind op een klein schaal of waarin dat we echt alleen als partners overheden of gemeenten hebben, laten we eigenlijk zien met dit project dat we ook een samenwerking met bedrijven op de B2B-markt, dat we daar ook actief op kunnen zijn. En dat dus burgers en bedrijven ook kunnen investeren in een project zoals dit. Ja, hier bij Avery Dennison is er echt wel een heel innovatieve manier gevonden om groene warmte te gaan maken met de zon die gecapteerd wordt door die grote spiegels. En dat er eigenlijk voor zorgt dat het bedrijf eigenlijk zijn hele warmte kan vergroenen. Wat ik er zelf zeer bijzonder aan vind, is dat het mee tot stand is gekomen met de burgers van Turnhout. En toont toch wel aan dat groene energie bij uitstek democratisch is en eigenlijk voor iedereen toegankelijk. This project is beautiful showcase for collaboration of many different stakeholders. We have the customer, Avery Dennison, that requires industrial heat at high temperatures. We have Aztec, who provided the solar field. We have us, Energy Nest, who provide the storage for the solar field. And we have Campinas, a corporation or initiative of citizens that wants to simply not wait, but push the implementation and rollout of renewable energies. And I think, you know, when great minds, great people come together with a great objective. A lot of times when they work together, it turns out something great. And I think this is exactly what we see here, where with a snip of a finger, carbon emissions can be reduced by 10%. And I think seeing more and bigger projects like this going forward, carbon emissions can be slashed towards zero.